natuurlijke drinkbak. De beukendrinkbak. Hier ook konijnenkurzen, dus denk dat het konijn is. Kijk, deze boom die is al helemaal onder in de wacht, helemaal kaal geschuurd door de wieshut. Er is ook nog de vacht aan hangen. Hier bovenin zit de gaatjes allemaal van de zandbijen, graafwespen, allerlei andere insecten die daar graag in zitten. Maar dat duurt het wel langer, omdat hier, de wieshut het allemaal al mooi weggeschuurd. Dus het wortelstelsel mooi zit. We maken een kuiltje en dan als ik bijvoorbeeld een mier en ook een ander klein insect, dan gaat hij bewegen en dan gaat hij mijn zand gooien, gooit je gewoon omhoog. Dus eigenlijk om dat beestje een beetje misleiden en op een gegeven moment dan pak je met zijn kaak, komt hij eruit en dan pak je de insect pak je vast. Hier gebeurt het ook, zie je, als je ook aan het gooien. Zie je de zand gooien? Vaak in het verjaar vinden ze de berkenblad nog lekker, maar op een gegeven moment dan wordt het heel bitter, want dan gaat die plant die gaat antivruitstoffen aanmaken en dan vinden ze het niet meer interessant. Dus de bast is nog te weinig beschadigd, zodat het nog gewoon uitloopt. Daar staat de winters vaak gewoon onder water allemaal. En dan ziet u dat de bomengroei veel minder wordt, die stagneert dan, gewoon omdat het veel te nat is. Dit gebied ligt wel hoger in de zone. En hier zie je die berkenbomen massaal opkomen. Ja, hoekje. Je kunt het zien, het breken van de takken. Die moslaag die helemaal kapot gelopen is. Ja. Speelboom. Ja, dat is een stukje een speelboom. Utrecht in de winter is het veel natter. Ik heb het zelfs wel eens onder water zien staan en daar remt wel de groei van bomen af.